Dag lieve Stier. Welkom bij de Algemene Tarot Coaching voor Sterrenbeelden. Als jij nieuw bent op mijn kanaal, wil ik je graag verwijzen naar de introductievideo. En die staat onderaan deze video in de beschrijvingsbox. Daarin leg ik je uit wat ik voor je zou kunnen betekenen in een coachingstraject. Maar ook hoe ik daar zo bij gekomen ben om dit te implementeren binnen mijn coachingspraktijk. Wat je ervan kunt verwachten ook. Dit is een algemene reading en kan nooit voor elke stier gelden. Dat kan alleen een persoonlijke tarot reading. Okay. Voor de stier, de kaart die nu valt, wordt leidraad voor deze reading. Go with the flow. Als we zo in het leven zouden staan en gewoon zouden meegaan met de rivier van leven in ontspannen toestand. Zo is het eigenlijk bedoeld. Maar helaas werkt dat voor velen nog niet zo. De situatie wat dwarsligt, bewustzijn zicht op heeft, onbewust is, recente verleden, advieskaart bij je toekomst, jij, invloed van anderen. Kom maar bij me liggen, schatje, kom maar. Hoop en vrees en de conclusie. Ga maar af, vet. Hey. Zo, verklaren de kaart. Ja, die advieskaart erbij toekomst en die voor jou. Een paar surrender en dan gaan we beginnen. Yes, en nog eentje. Ja, oké. Nou, dan gaan we beginnen, lieve stier. Deze die hier tevoorschijn komt onderop het dek, is een vogel die eigenlijk in een soort van gevangenis zit, maar gevangenis die open is. Dus je kunt zo uitvliegen. En je wordt aangemoedigd door andere vogels die al vrij zijn. Vrij zijn van beperkingen, innerlijke beperkingen. En het beste uit zichzelf kunnen gaan halen. Maar dan moet je ook heel veel inzicht hebben. Zo heet deze kaart ook. Hoe het grotere plaatje in elkaar steekt. Maar als je nog wat gebrek aan zelfvertrouwen hebt, hè, dat is dus een innerlijke beperking, dan hou je jezelf nog terug en durf je niet echt uit te vliegen. We gaan kijken. Recentelijk is er een spirituele leraar op je pad gekomen. En die heeft jou waarschijnlijk gewezen op projectie. Maar oude conditioneringen liggen ook nog dwars. Om ook helemaal jezelf te durven zijn. Je authentieke zelf te durven zijn. Nieuw begin. Bij betrekking tot invloed van anderen heb je een torenervaring gehad.
nogal een verwoestende ervaring. Eigenlijk, dit zijn ja, wat harde wake-up calls, zo zou je ze kunnen noemen. Verdriet. Machtsspelletjes. Tyrannieke machtsspelletjes. Daar heb je ook nog verdriet van. Advies gaat naar bij je toekomst is om je te integreren met je, zowel je mannelijke als je vrouwelijke energie. Ik heb het idee, wat hier ligt, dat je te maken hebt gehad dus met tyrannieke machtsspelletjes, met sluwheid en gemeenheid van mensen. En het kan wel best zo zijn dat deze is dat ik dat ben, want ik heb een dergelijke video gemaakt met betrekking tot die machtsspelletjes. Ik geloof dat dat na de volle maan reading of zo was. Het is nog niet zo lang geleden, recente verleden. En met dat je met je in je leven dus te maken hebt met anderen. Waarbij gemene en sluwe spelletjes werden gespeeld. Iemand die in je gezicht een vriendelijke lach toont. Maar achter dat masker dat daar een hele gemene trek zit. Dat je daarmee te maken hebt gehad, maar dat ook een enorme wake-up call voor je is geweest. En het kan wel zijn dat dat zelfs een wake-up call is geweest in je eigen relaties. Ja, of het kan zelfs een liefdesrelatie zijn. Hier vallen mannen en vrouwen van de toren. Maar dat het je tegelijkertijd ook nog heel veel verdriet geeft. Dat dat nog verwerkt moet worden. Je hebt te maken ook gehad met projecties. Meestal gebeurt dat bij beide partijen. Dat je beiden in de relatie oud zeer projecteert op de andere. En dat je eigenlijk de ander verwijt wat je zelf doet. Maar het kan ook zijn dat juist dat je heel erg te maken hebt met dat die sluwe persoon juist projecteert. En jou voor van alles en nog wat verantwoordelijk maakt. En dat voor jou heel lastig is om daar boven uit te stijgen. Omdat je nog zit met oude conditioneringen. Voor wat betreft het massabewustzijn. Deze kaart staat symbool voor het massabewustzijn. Dat zijn schapen. Schapen zijn volgers. Schapen vertrouwen ook vaak blindelings politieke leiders. Deze kaart heet ook toevallig politiek. Dus het zou ook maar zo kunnen zijn dat wat er nu in de wereld gaande is, dat jij dat weet. Ook via door middel van jouw eigen innerlijke leraar. Maar dat je er misschien ook achter bent gekomen dat je het in je eigen relaties ook tegenkomt. Je ziet ook in de politiek heel veel projecties. Je hoeft maar een paar debatten te zien. En dan, als je het projectiemechanisme goed doorhebt, dan zie je dat. En dat is ook een vorm van sluwheid. Bijvoorbeeld, hè, iemand zegt van. In de politiek, ook weer tijdens dit debat, van ja, wat jij zegt, daar voel ik me bedreigd door. Zou je daar dan mee willen stoppen met dat gedrag? Ja, dat is duidelijk een projectie. Want degene die zich bedreigd voelt, wil niet zeggen dat hij bedreigd wordt. Hè, want
Deze voelen zich vaak juist heel erg bedreigd doordat de waarheid wordt gezegd. Kijk, als je zo'n sluwe en gemene persoon ontmaskert en je vertelt de waarheid, zoals een leeuw doet die boven dat massabewustzijn uitstijgt, die niet meer bang is om veroordeeld te worden door de massa. Die vertelt die waarheid, maar dan, want zij willen niet ontmaskerd worden en projecteren het dan op degene die de waarheid spreekt. Ik heb het idee dat dat voor jou geldt, lieve stier. Dat jij dus een projectie over je heen hebt gekregen. Dat jij in die leeuwenkracht bent gaan staan. Tegelijkertijd dat het voor jou nog dwars ligt omdat het je nog zoveel pijn doet. En als dat soort vieze, gemene, sluwe machtspelletjes nog je heel veel pijn doen. En dat je het zelf ervaart als een hele verwoestende ervaring. Dan zit daar nog oude pijn bij. Daarom is de advieskaart dus ook om je nog meer aan die heelheid te gaan werken. Aan nog meer de integratie van je mannelijke en je vrouwelijke energie. Integratie van yang en yin is heelheid. Het kan ook wel zo zijn dat je inderdaad dat je dit spel hebt doorgekregen en dat het ook jouw eigen persoonlijke relaties jouw persoonlijke relatie betrof. Dat een enorme wake-up call is geweest. Maar, en ook een desillusie eigenlijk. En dat daarmee ook een oud thema heel erg naar boven is gekomen. Ook van je enorm in de steek gelaten voelen. Kijk, deze is namelijk ook... dit gaat ook over je verlaten voelen. Want deze whelp, die heeft is door zijn biologische leeuwenfamilie achtergelaten. En is door schapen... opgevoed. Dus daar zit ook iets van een in de steek gelaten zijn bij. Hè? Dan een oude pijn van die welp. En je hebt zelf ook ooit een welpje geweest. Een kind geweest. En daar kan iets zijn van je heel erg in de verlaten hebben gevoeld ook. Door vooral ja, de schokkende ervaring dat je met een... iemand die van je zou moeten houden, wat dan ook, die heel sluw en gemeen is geweest. Logisch, hè, voor een deel, dat je daar heel erg verdrietig van bent. Maar normaal verdriet is 10% en 90% is nog oude innerlijke kindpijn. Maar deze wil ook altijd zeggen van, als je zoiets treft in de buitenwereld, en ook dus zeg maar een soort van masker zelf tegenkomt bij de ander, is het ook altijd... De vraag van, hey, in hoeverre heb ik eigenlijk dan nog een masker gedragen? Want het kan best zo zijn dat jij de masker van de liefde hebt gedragen. Niet zozeer om met sluwe en gemene spelletjes achter dat masker, maar dat je juist alles met het masker van de liefde hebt bedekt. Waardoor ook juist de schaduw en gemeenheid van anderen... Ja, dat je daar eigenlijk niet naar hebt willen kijken. En dat het daarom een enorme schok is. He, want als je zelf het masker van de liefde hebt, van alles is liefde. En je ontkent eigenlijk gemene schaduwkrachten. Ja, dan kom je ook dus heel... Dan is dat heel schokkend. Want kijk, dus het masker ook van jou. Want hier staat ligt namelijk in het onbewuste. Gewoon jezelf zijn. En dat is dus ook... authentiek durven zijn. Helemaal jezelf durven zijn zonder masker. Maar dan moet je echt totaal aanwezig zijn bij jezelf. En nu ook dat bij het verdriet. Dat dit je heel veel verdriet heeft gegeven. Maar dat er ook nog oud welpen verdriet bij zit. En wellicht is er ook al in je jeugd flink op jou geprojecteerd. Door ook ouders of sleutelfiguren...
familieleden. Dat kan allemaal. En waardoor je ook jezelf bent gaan, klein bent gaan maken. Het is tijd om met die flow mee te gaan. En om het leven weer in die ontspannen toestand te kunnen leven. Met alle obstakels die je ook in die rivier tegenkomt. Maar met het vertrouwen dat je dat allemaal aan kunt. Ook al moet je vaak ook dan door verdriet. Maar als je weet hoe je door verdriet heen moet. En als je in balans bent met yang en yin. Hè, dan ben je eigenlijk die dwaas. En dan durf je intuïtie te volgen. En dan ben je niet bang. En als je al wat angst voelt, ga je daar toch doorheen. En ben je ook altijd bereid om bij iets nieuws te beginnen. Die ligt bij jou. Tijd om meer die dwaas te durven zijn. Misschien heb je ook wel behoorlijk wat uit handen gegeven aan wat mensen met die eigenlijk niet hun ware gezicht ook hebben getoond. Surrender your need to always be right. Dat kan ook een spiegel zijn, maar dat willen deze heel erg. Masker van de macht. En als je een wat macht uit wil oefenen, dan wil je ook heel graag gelijk hebben. Maar daar zit altijd een soort van minderwaardigheidsgevoel achter. Dus, maar het is van hele andere orde dan die hele sluwe en hele gemene machtspelletjes hoor. Maar het kan best zo zijn dat ook dit in jezelf onder ogen moet, dat je dit onder ogen moet komen. Dat jij je ook je eigen starheid. Onder ogen moet zien. En dat je de ander ook het geschenk kunt geven dat, ja, dat als zij gelijk willen hebben, oké, prima. En dat je daar dan je ook bij neer kunt leggen. Surrender to your full power. Overgeven ware leeuwenkracht. And your fear of change. Je bent denk ik ook te lang in een liefdeloze relatie gebleven. Uit angst om ook boven het massabewustzijn uit te stijgen. En lange tijd niet naar je intuïtie geluisterd. En als je niet naar je intuïtie luistert, dan krijg je vaak hardere wake-up calls. Met betrekking tot invloed van anderen. In hoeverre anderen invloed op jou hebben gehad of nog hebben. En deze laat zich nog heel sterk beïnvloeden door het massabewustzijn. Besluiteloos geweest. Maar als je... dan krijg je ook vaak een schokkende wake-up call. Omdat je ergens wel weet dat je een bepaalde beslissing moet nemen. Ook op basis van een spirituele leraar die ook in je leven is verschenen. En dat met synchroniciteit te maken heeft. Maar dat je dan toch niet hebt gedurfd. Besluiteloos. En ja, dat zit dan ook nog in dat jij oud verdriet nog niet goed verwerkt hebt. En ook bang bent voor verdriet. En dat je daardoor ook eigenlijk geen belangrijke beslissingen durft te nemen. Maar op de kop zegt hij van... Daar kun je dat jezelf daarvan bevrijd hebt. Maar dat kan dus alleen als je ook gaat integreren met je mannelijke en je vrouwelijke energie. Ja, zie. Te lang geduurd voordat je ergens van weg bent gelopen. En deze op de kop, die zegt ook... je weet dat je ergens van weg moet lopen, maar je blijft. En dat geeft ook die schokkende ervaring. Bang voor het nieuwe begin... En jouw eigen angsten projecteer je dan ook? Kijk, want deze op de kop die zegt... het geeft jou een signaal dat jij vastzit in een huidige situatie. Dat kan een baan zijn of een relatie... wat eigenlijk helemaal niet langer meer resoneert... maar uit gewoonte of
angst blijf je. And when it might be healthier to consider walking away, terwijl het gezonder zou zijn geweest om weg te lopen. En zo, dus lange tijd besluiteloos gebleven, misschien nu nog, voor angst voor verandering. Er is wel een spirituele leraar in je leven verschenen die jou daar al min of meer naartoe geleid heeft, of althans... Die leidt je dan naar jouw eigen innerlijke waarheid, die jij liefst wil ontkennen. Dat je het eigenlijk wel weet, maar het niet doet. Hè? Die besluiteloosheid. Ook uit angst wat anderen ervan vinden. Hè? Want zelfs bij uit een bepaalde situatie stappen, kan ook weer veroordelingen geven van de mensen om je heen. Ook, dan krijg je ook hun projectie. Bij jou neergelegd. Dus dat is het eigenlijk, lieve stier. Daardoor kun je niet in de flow zijn. En ben je ook... weet je dat je die dwaas wil zijn, maar je wordt daar nog in beperkt. Advieskaart integreren, mannelijk en vrouwelijk. En de hoop is... De verdrietkaart, dat je oud verdriet nog gaat verwerken. En daar kan ik jou bij helpen. Dan moet je echt volledig aanwezig zijn, gaan zijn bij jezelf, innerlijk. En door middel van innerlijk kindwerk, schaduwwerk. En daar kan ik je bij helpen. Onderaan deze video staat de link naar mijn website en dan kun je een afspraak met mij maken. Ik wens jou een fantastische maand december, fijne feestdagen en tot volgend jaar.